Het is belangrijk dat de overheid het milieubelang meer prioriteit geeft in Suriname. Dit haalde ABO-parlementariër Marinus Weeg gisteren aan tijdens de behandeling van de ontwerpwethoudende regels voor duurzame milieumanagement. Weeg wijst erop dat behoud en bescherming van het milieu belangrijk is voor de mens. De parlementariër geeft aan dat bij het maken van beleid er steeds rekening gehouden moet worden met de duurzame ontwikkeling, zodat ook toekomstige generaties van een schoon en gezond milieu kunnen genieten. Op basis hiervan zegt B dat de ABOP-fractie de aanname van de milieuraamwet aanbeveelt. We bevelen ook aan dat verouderde wetgeving gewijzigd wordt. Plannen en programma's kunnen grote invloed hebben op de mens en het milieu. Het is raadzaam de SEA wettelijk vast te stellen met als resultaat dat reeds in een vroeg stadium duidelijk is wat de effecten van voorgenomen plannen en programma's op het milieu kunnen zijn. De staat Suriname. De zorg voor het milieu is een overheidstaak. De samenleving kan een wezenlijke bijdrage leveren door gebruik te maken van inspraak en de burgers te betrekken in het besluitvormingsproces. De staat Suriname moet een duidelijk en eenduidig milieubeleid ontwikkelen die zowel nationaal als internationaal wordt gepresenteerd. NDP-parlementariër Roche Hopkinson memoreerde dat de wet na 17 jaar in behandeling wordt genomen. Hij wil dat met deze wet milieu vanuit een Surinaams perspectief wordt bekeken. Het gaat volgens hem niet alleen om het gooien van proppen op straat of kwikgebruik, maar meer om de verontreiniging van het bewerkte leefmilieu. Simpel gezegd, het gaat hierbij om het grijze milieu. Hieronder valt milieuverontreiniging van lucht, bodem als ook het water. Daarentegen, of beter gezegd daarnaast, staat het groene milieu, oftewel het natuurlijk leefmilieu. Hieronder vallen de bossen, de natuurgebieden, de landschappen, onze biodiversiteit. Als we door de Surinaamse bril naar een milieuwet kijken, dan hebben wij geen probleem van over of dichte bevolking in voornamelijk steden en enorme afval in hoge concentraties. Mevrouw de voorzitter, wij moeten ons realiseren dat onze Surinaamse realiteit is dat we voor ongeveer 93% groen milieu hebben. Dan wil ik toch ervoor pleiten dat we in de milieuraamwet het groene milieu niet weglaten. Roche Hopkinson, NDP-parlementariër. Hij sprak gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de Milieuraamwet. De vergadering zou vandaag voortgezet worden met de beantwoording van de regering. Echter heeft dit niet plaats gehad omdat de regering vanmiddag in DNA zou aangeven welke maatregelen er getroffen zullen worden inzake het COVID-19-virus.